Ik heb echt enorm genoten, de hele ochtend al. Ik zie workshops van kinderen, van Mencia de Mendoza en International School samen. Ik zie Afrikaanse workshops. Ik zie India's moeders in saris rondlopen, workshops geven. Dus dat vind ik dus echt genieten. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 12 april vond de officiële opening plaats van de Internationale Campus Breda. Een gezamenlijk project van Mencia de Mendoza en de Internationale School Breda. Ja, we zijn voor de opening samen van de Internationale Campus. Die een lang bouwtraject, vooral een lang plantraject achter de rug heeft. Dus we zijn heel blij dat we vandaag de campus officieel kunnen openen. We zijn nog niet helemaal klaar met bouwen. Er komen nog 2 gymzalen bij. Maar daar staat tegenover dat we de nieuwe gebouwdelen van Mencia de Mendoza en het nieuwe gebouw van de International School Breda al zo lang gebruiken dat we vinden dat we nu ook officieel moeten openen. En bent u een beetje tevreden met het eindresultaat van de campus zelf? Ja, ik ben heel tevreden. Wij zijn natuurlijk in 2005 begonnen met de International School. En pas later kwam het hele verhaal op om samen een campus, omdat Mencia een internationaal profiel heeft. En dan de International School daarnaast, omdat het mooi bij elkaar past. En uiteindelijk werd het 1 bouwproject. En eigenlijk is dat nu bijna afgerond, nog niet helemaal. 2 gymzalen komen er nog bij. En dan moet er omheen nog het een en ander gebeuren, maar het is bijna klaar. En ik ben heel tevreden. En hoe is deze samenwerking nou precies ontstaan? Wanneer kwamen jullie op het idee van, goh, we moeten deze scholen gaan bundelen? Dat is eigenlijk voordat de tijd dat ik hier werkzaam was al gebeurd. Met name uit het bedrijfsleven en ook wel uit onderwijs en deels uit de gemeente kwam de wens om een internationale school op te richten. En omdat Mencia de Mendoza ook toen al internationalisering heel hoog in het vaandel had staan, ons profiel is internationalisering, was dat de school voor voortgezet onderwijs die daar eigenlijk het meest voor in aanmerking kwam. En jullie hebben samengewerkt aan de bouw van deze campus. Wat is er nu zo bijzonder aan dit gebouw? Nou, toen ik hier voor het eerst kwam, toen was er nog geen aannemer. Toen was er alleen maar een school. En wat ons opviel was dat het eigenlijk een doolhof was. Het was een labyrint van allemaal verschillende ruimtes, in verschillende tijden gebouwd. Allemaal een verschillend uiterlijk. En toen kregen we de opgave om dat labyrint nog groter te maken, ruimtes toe te voegen. En toen hebben we gezocht van hoe kunnen we nou van die octopus met al die armen die alle kanten opsteken, hoe kunnen we daar nou een gesloten vorm van maken? Dus we hebben de nieuwbouwelementen tussen de bestaande pootjes van de gebouwen ingevoegd, zodat er veel meer rondloop en veel meer connectie ontstaat. En waar bent u nou het meest trots op? Nou, ik vind, als je het puur voor het gebouw kijkt, vind ik bijvoorbeeld, nou praat ik toch even over de ISB, over de International School, dat ze daar oud en nieuw heel mooi gecombineerd hebben. Dat vind ik mooi. Maar als je trots bent als directeur, ik vind het heel mooi dat in zeg maar mijn school, de International School dan, 45 nationaliteiten zitten. Alle geloven, alle kleurtjes, alles mooi door elkaar. En dat loopt als een trein. En wat vinden jullie van het eindresultaat? Vindt u het mooi geworden? Ja, ik vind het een mooi gebouw. Het is mooi omdat het de oude architectuur en de nieuwe architectuur die past heel mooi in elkaar met mooie producten. Er is echt balans gezocht tussen wat er al was en wat erbij is gekomen. Zowel in architectuur als in functionaliteit. En we zijn vandaag bij de opening. Wat vond u van de opening? Is het een beetje goed verlopen? Ik heb echt enorm genoten, de hele ochtend al. Ik zie workshops van kinderen, van Mencia de Mendoza en International School samen. Ik zie Afrikaanse workshops. Ik zie India's moeders in saris rondlopen, workshops geven. Dus dat vind ik dus echt genieten. Breda Nu. Je weet het meteen.